Je luistert naar Veer on Track, waarin ik natuurlijk het liefst met je vooruitblik op je favoriete festival, de Festival Zomer. En het komend uur hier alleen maar voorpret voor Down the Rabbit Hole. 5 tot 7 juli in de Groene Heuvels in Beuningen. 10 jaar geleden alweer begonnen als het kleine broertje van Lowlands, maar inmiddels onmisbaar in het festivallandschap. Met ook dit jaar een fantastische line-up die wat mij betreft prachtig de muzikale breedte laat zien. Van LCD Sound System en Ray tot Evie de Visser, de Last Dinner Party, van Kate Renaat tot The National. Het goede nieuws is, je gaat al die artiesten die bands vanavond voorbij horen komen hier op 3FM. En het hele uur aan mijn zijde, co-host is dat Ide Kofferman, directeur van Down the Rabbit Hole. Fijn dat je er bent in de spannende dagen voorafgaand aan Down the Rabbit Hole. Waar is eigenlijk ooit jouw liefde voor festivals ontstaan? Kun je dat nog herinneren? Op Lowlands. Volgens mij was dat 97 of zo. Dat voor het eerst voor 125 gulden lang gespaard. En dan kon je nog aanschuiven. En dan ging je dat hek door en dan kwam je daar tussen allemaal van die zwarte hekken op een camping terecht. En ineens voelde je je vrijer dan ooit. Dus op een andere planeet bijna. Ja. Dus toen is dat wel echt aangegaan, ja. En wat was het moment dat je dacht van, dit zou ik ook voor mijn werk kunnen doen? Ik ben op mijn 20ste begonnen met een festival in Amersfoort. Dat was Per Expressie en dat was een soort jongerenbeweging. Dat deden we allemaal voor de lol. En dat ging over de volle breedte van wat er in Amersfoort te doen was. En dat heeft het eigenlijk getriggerd. En van daaruit zo erin gerold. Programmeur in popzalen en dan festivals. En ja, op een gegeven moment dan word je gevraagd om dit festival te gaan maken. Ja, dan zeg je ja. Want dat vind ik ook wel heel spannend. Klinken voor jou, want dat was dus de eerste editie van Down the Rabbit Hole 10 jaar geleden. Toen kon je dat gewoon nog helemaal zelf, zeg ik even, luxe, uit de grond stampen. Wat was het beeld, de visie die je met het festival had en hebt? Ja, dus het idee was inderdaad eigenlijk vanuit de mensen die er al mee bezig waren, van ja, we gaan een festival maken wat een soort nieuwe variant is op wat Lowlands doet. En misschien ook wel een beetje inspeelt op de scheiding van de markten op Lowlands. Dat je hebt een aantal generaties die daar komen en voor wie is precies wat. Maar ik merkte ook wel bij mezelf heel erg van, ik wil gewoon een festival maken wat iedereen kan aanspreken. Dus ook een festival wat heel erg op het nu zit. Dus niet zo van, voor de oude vandaag gaan we een soort after Lowlands. Dus we hebben dat wel omgebogen naar wat Down the Rabbit Hole is. En ja, het belangrijkste vind ik de verrassing en de interactie in het programma. En dat is gewoon geweldig om aan te werken door de jaren heen. Ja, want over minder dan 3 weken is het zover. De 2024 editie van Down the Rabbit Hole. En wat is iets wat er dit jaar anders gaat zijn op het festival? Ja, dus wat anders gaat zijn is, we hebben in ieder geval één hele mooie nieuwe plek. We hadden vorig jaar nog de Swamp en dat was geweldig. En daar waren we ook hartstikke blij mee, helemaal te gek. Maar soms moet je ook gewoon stoppen op je hoogtepunt. Dus daar op die plek gaat nu een nieuwe, de Croque Madame gaat daar gaan reizen. En dat wordt, voor mij voelt het een beetje als een hoofdprogramma. Omdat we daar heel veel energie en tijd in hebben zitten samen met Maison de Faux. En dat is een club uit Arnhem die eigenlijk als modehuis begon. En eigenlijk steeds meer naar de performance art toe zijn gegaan. En met hun maken we dus samen met onze organisatie een geweldige nieuwe plek. Met een heel vol programma met Striptopia daarin. En een eigen soort revue-show waarin heel veel performers gaan zijn. Ik vind dat gewoon heel erg spannend en ook belangrijk dat we dat doen. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dat is wel echt een nieuwkomertje. Ik heb het idee ook als ik met jou praat dat bij jou de kleine podia minstens zo belangrijk zijn als de Hot Tot, de Teddy Winner, de Fuzzy Lop, waar veel artiesten staan die we, dat zeg ik even zo, kapot kunnen streamen, die we al kennen, die heel beschikbaar zijn. En dat eigenlijk randprogramma, die naam doet het eigenlijk een beetje tekort ook. Alle hoekjes die er nog zijn op het festival, hoe noem je dat eigenlijk? Ja, daar is dus geen goede naam voor. Dus daar ben ik ook al 10 jaar mee bezig. Dus ja. misschien dat we vanavond het ei kraken, maar ik heb hem ook nog niet. Ja, dat klopt wel wat je zegt. Kijk, wij geloven heel erg in van de setting die je maakt, die is heel bepalend voor het succes van een artiest. Dus uiteindelijk, en die artiest brengt ook wel dat extra, datgene, dat unieke, wat dan een soort energie geeft in het festival. Maar alles daaromheen, ja, dat kunnen wij organiseren. En je bent gewoon 90 uur lang bij ons op het terrein. Want je duikt er op donderdag in en je komt er maandag weer uit. En dat geldt voor iedereen. Dus je bent natuurlijk niet, je bent niet de hele dag alleen maar vooraan aan het staan. Nee, dus, nee. Dus die setting en al die andere plekken en daarin ook nieuwe dingen kunnen laten zien. En theater kunnen laten zien met orkater. Ja, dat is gewoon wel wat voor mij het totaalplaatje maakt. Dus ik vind dat heel belangrijk. Hè. Gaan we zo meteen ook nog wat verder induiken. Dus ik zou zeggen voor de mensen die een kaartje hebben, die nu luisteren en die de app al gedownload hebben of het blokkenschema. Kijk ook vooral even, weet je wel, scroll even wat verder door. Scroll ook even naar beneden wat er vanaf Rex, De Bizar, Bossa Nova, Croque Madame, Idyllisch Veldje ook allemaal nog te ontdekken is op Down the Rabbit Hole. En natuurlijk de grote artiesten, de grote bands waarvan ik weet, als je hier 's avonds weer vooraan staat, alle energie weer verzameld. LCD Sound System is er ook bij. Hoort ze nu op 3FM
met Tonight. Van een land dat niet bestaat. Tonight van LCD Sound System. En dit was natuurlijk Sef, Land dat niet bestaat. Hey Vera, on track. Het heeft alles te maken met de aankomende editie van Down the Rabbit Hole. En de grote baas van het festival, Ide Kofferman, is het hele uur mijn co-host hier op 3FM. En Sef, die is er dit jaar in grote getalen. Dat is een beetje gekke zin om te zeggen. Volle glorie, ja. Ja, die is in volle glorie als special guest. Zeg ik dat zo goed? Ja, zeker. Bij op Down the Rabbit Hole. We hebben bijvoorbeeld eerder volgens mij Vrouwtje, de staat gehad, artiesten die het festival een beetje, een soort van de burgemeester van het festival zijn, als het ware. Wat houdt het in? Wat heeft het de vorige jaren een beetje ingehouden? Ja, dus wij hebben een beetje de overtuiging dat de artiest altijd meer is dan wat je uiteindelijk op het podium ziet of wat je op plaat hoort. En zeker met Nederlandse artiesten die we natuurlijk goed kennen en die je veel meemaakt, ja, is er gewoon eigenlijk altijd wel meer te vertellen dan alleen, zeg maar, het eindresultaat. Ja. Wat je dan. Dus dat vinden we interessant om in beeld te brengen. En ja, Sef is natuurlijk gewoon überhaupt een hele bijzondere artiest. Met ook een hele brede kijk en ook heel veel zijn. Die natuurlijk naast muziek ook heel veel andere dingen doet. Dus we vonden het heel erg leuk. En ook met, ja, gewoon met het moment van de plaat. Om hem dan uit te nodigen om het hele weekend er te zijn. En ik had een gesprek met hem over de vlag. Want hij zegt natuurlijk van, ik zou voor veel willen sterven, maar niet voor een vlag. En toen hadden we een gesprek over ontwikkelingen in vlaggen. Dus bijvoorbeeld in de regenboogvlag, daar komt elke keer een kleur bij. Of, ja. Daar zit een ontwikkeling in. En over het algemeen doen we dat niet met vlaggen. Dus het leek ons eigenlijk een heel mooi idee om dat nu juist wel te gaan doen. Dus er komt een enorm grote vlag te hangen. Die aan het begin gewoon nog soort van helemaal een blanco canvas is. En daar kunnen mensen dan allemaal zelf een stukje vlag voor gaan maken. En zo gaan we door het weekend heen langzaam. Want elke ochtend gaat die vlag opnieuw de lucht in. En ja, zo hopen we aan het eind een soort van heel dynamisch nieuw gevoel weer te geven. En een andere kijk op de vlag. Ook wel een beetje ceremonieel dat je zegt dat we iedere ochtend zo op Down the Rabbit Hole. Want ik denk ook voor de luisteraar die er nu instapt en nog niet eerder op het festival is geweest. Je moet ook bij Down the Rabbit Hole niet denken aan, en dit is geen waardeoordeel, maar niet aan bijvoorbeeld een pingpop. Want daar loop je gewoon een hek door en dan sta je op een geasfalteerd terrein. Dan kun je makkelijk tussen twee podia tussendoor wat drinken halen, maar best wel overzichtelijk. Jullie pakken altijd ook visueel en met disciplines van kunst best wel uit. Dus bijvoorbeeld die toegangspoort. Ja, kun jij dat beter beeldend beschrijven dan ik? Want het is natuurlijk een terrein, een vakantiepark, dus aan een meertje. En dan loop je vanaf de camping zo richting Down the Rabbit Hole. En wat zie je dan? Wat komt er op je af? Ja, dat heet het grid. En dat zijn 134 palen van 14 meter hoog. Die met zo'n 2 meter ertussen opgesteld staan. Ja. Dus het is eigenlijk een soort. Ja, en het idee daarvan was dat we bouwen natuurlijk heel veel dingen met scaf, met steiger. Alleen het idee hiervan was, we zetten al die palen vast neer. Dus die poort staat er het hele jaar. En dan vragen we kunstenaars om daarin te gaan opereren. En vorig jaar waren dat Boris Arquette en Tore Florim van de Staat samen. En dit jaar hebben we Johannes van Studio Zelt. En die is ontzettend goed met doek. Dus die zit nu ergens in het hem bij Zaandam. Eindeloos, kilometers lang, rood doek aan elkaar te naaien. En dat gaat straks allemaal die poort. En dat wordt eigenlijk daarmee meer een soort, het wordt meer een soort gebouw, denk ik eigenlijk. Dus cool. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Maar we hopen daar een paar jaar van te gaan genieten. Ja, ik zie het. We proberen het inderdaad allemaal voor me te zien. Ook een grote vlag die er is. En zo'n prachtige, kunstzinnige toegangspoort. En ook nog een ding waar ik het even met jou over wil hebben, Ide, is natuurlijk dat het veel gaat over de voorgenomen maatregelen van het kabinet wat betreft de BTW-heffing. Ja. Naar 21% op heel veel dingen, waaronder cultuur, ook het festivalkaartje. Bijvoorbeeld Best Kept Secret had een speciaal ticket voor jongeren, omdat de discussie er gaat over, stel je bent nu een tiener of je gaat voor het eerst naar een festival, het is vrij onbetaalbaar. Hoe voelt dat voor jullie bij Down the Rabbit Hole? Zijn jullie daar ook actief mee bezig om te zorgen dat je publiek jong blijft? Want wat jij eerder vertelde van waar het door het is ontstaan, of het jongere, de jongere variant van Lowlands, om het zo te zeggen, lijkt me voor jullie ook wel heel belangrijk qua festivalbezoekers. Ja, zeker. Ja, ik geloof heel erg in de volle breedte. En je hebt jonge mensen met oude zielen. En, dus er zit natuurlijk, het is heel leuk om iedereen bij elkaar te hebben. Toen ik voor het eerst naar Lowlands ging, was een kaartje geloof ik 125 gulden. Ja, dat was ook echt wel, moest ik echt wachten tot ik dan in mei mijn belasting terugkreeg, weet je wel. En dan kon je dat kaartje misschien kopen. Dus het is niet, ja, ik weet nooit zo goed hoe die verhoudingen nu precies zijn. Natuurlijk, weet je, het zijn wel serieuze uitgaven. Maar aan de andere kant, ja, je krijgt zoveel artiesten en je bent er 3 dagen lang. Ga maar eens een weekendje in een bungalowpark boeken of zo. Weet je, van, het is maar net hoe je die verhoudingen ziet. Wat ik wel heel belangrijk vind, en dat gaat over die BTW, is gewoon het idee van vrije cultuur en het toegankelijk houden daarvan. En ik heb toch een beetje het gevoel dat deze maatregelen, natuurlijk, weet je, het heeft heus wel financiële impact en het zal vast iets doen voor je begroting als iedereen hetzelfde, dezelfde kaartjes kan blijven kopen, want het wordt natuurlijk echt gewoon serieus duurder. Mm.
Maar het idee van vrije cultuur, dat je dat afknijpt door gewoon die drempel hoger te maken en eigenlijk minder mensen de kans geeft om allerlei activiteiten te ontplooien, dat vind ik gewoon heel heftig. En dat vind ik gewoon echt een beetje spannend en naar aan deze tijd. En ik snap die move ook niet en ben er heel erg mee oneens. Ja. En het gaat echt niet alleen maar over of je het je kan permitteren, maar ook gewoon om het principe dat je mensen in Nederland vrije cultuur moet bieden. Dus ook de mogelijkheid om over de volle breedte te laten zien wat je wil laten zien. Ja, van een boek lezen tot een festival bezoeken en alles wat daartussen zit is natuurlijk een hoop. Laat het even positief dan de kant op gaan voor komende editie. Over minder dan 3 weken is het zover. Een artiest waar jij, ik heb laten vertellen, extra trots op bent dat je ze hebt kunnen strikken is The Last Dinner Party. Sowieso een editie waar veel vrouwelijke artiesten weer lekker heersen. Op Down the Rabbit Hole zeg ik het ook blij om. Wat was jouw reactie toen je deze band voor het eerst hoorde? Want we hadden het eerder over artiesten. Jij noemde bijvoorbeeld Fred Again als voorbeeld die zo'n gigantische vlucht heeft gemaakt. The Last Dinner Party zit ook wel echt lekker op hun top. Wat was de eerste kennismaking bij jou, Ida? Ja, ik denk een jaar geleden of zo. Ja, zoiets. En dan zie je gewoon, wat ik zo vet vind aan die band is dat ze dus in één keer al die full sound hebben. Het gaat voor mij altijd heel erg over sound en hoe zij spelen en hoe het geproduceerd is, maar ook hoe ze het op het podium dan brengen. Dat is gewoon zo overtuigend. Dat vind ik zo knap als je gewoon voor mij een beetje uit het niks dan ineens daar staat. Dus dan dat vertegenwoordigt eigenlijk al zo'n groot gevoel wat er kennelijk al aan vooraf is gegaan, wat ze dan zo in zo'n show brengen. Ja, volgens mij, ik ben heel benieuwd, maar ze staan bij ons op het tweede podium. Ja, ik denk dat het heel, heel, heel druk gaat worden en dat ze die zaal gewoon helemaal plat gaan spelen. Zin in. The Last Dinner Party, je hoort ze nu op 3FM. Genesis. Ja, ieder stemgeluid wat naar deze plaat volgt, valt altijd een beetje tegen. Maar hier ben ik, Vera. Vera on track, de zondagavond festival voorpret voor Down the Rabbit Hole. Want Ray is daar dit jaar te zien. Ieder festivaldirecteur, volgens mij is dit, dit is niet eens een reizende ster te noemen, de vrouw van dit moment. Ja. Zij staat er op het festival. Heb jij al eens eerder live gezien? En hoe was dat? Ja, zij was vorig jaar op Lowlands. Hè. Dat was, toen had ze ook nog een kleine injury in de, dat ze moest zitten. En, het was zo innemend hoe zij gewoon zo makkelijk, maar ook zo oprecht. Weet je, het is gewoon, haar verhaal is natuurlijk heel bijzonder. Ook, ja. Dat je zo lang tegen de bier kaai of zo. En dan ineens wordt het gezien en terecht. En dan, ja, dus het is heel mooi. En daarom is het ook zo relevant dat het natuurlijk nu ook gewoon weer een show op zich wordt. En soms is het leuk dat die tijdlijnen inderdaad, het gaat zo snel met haar, maar het voelt ook al als een klassieker, zeg maar. Ja, want dat lijkt me ook wel iets wat jij in de gaten wil houden, dat als iets het jaar ervoor op Lowlands staat, dan moet er ook wel, lijkt me, iets gebeuren of iets anders zijn. Wil het jaar daarna op Down the Rabbit Hole of andersom komen, toch? Zeker, ja. Er moet gewoon een zekere urgentie zijn. En dat kan op allerlei manieren. En soms is het ook dat een artiest gewoon inderdaad grote sprongen maakt. Of ja, en dan kom je er toch op uit dat je dat wil. Maar we proberen natuurlijk heel zuinig op te zijn en met elkaar daar goed over te hebben, ja. Ja, tussen de grote namen door ook nog wat tips die jij hebt meegenomen, waaronder de super aanstekelijke, ik vind het een gekke live act, Yard Act. Wat voor effect heeft die losgeslagen energie van deze band op jou, Ide, dat ze op Down the Rabbit Hole staan dit jaar? Ja, wat ik heel tof vind is dat zij zo een heel klein beetje die oude Prince af en toe wil hebben, maar ook die Gorillaz vibe, weet je wel. Dus het is zo'n goede mix en toch is het heel eigen. Dus dat vind ik heel knap. En dan is het volgens mij gewoon één groot feest als ze gaan spelen. Dus het was niet echt een hele ingewikkelde om Yard Act uit te nodigen. No-brainer. Ik ga ze nu met alle liefde draaien op 3FM. Dream Job. Altijd perfect op de zondagavond, Kangbin. En ook dit jaar te vinden op Down the Rabbit Hole 2024. Ida Kofferman, festivaldirecteur, aan mijn zijde. Ja, Kangbin is zo'n band waar volgens mij altijd het veld helemaal vol staat. Waar iedereen zin in heeft op een festival, toch? Bedoel ik heel positief, maar meer van, ja, het is echt vibe natuurlijk. Ja, iedereen wil eventjes een beetje desert viben. En ze spelen ook als de zon lekker langzamerhand nog zo van de zijkant op het grote veld schijnt. En dan kijk je over het meertje. En dan misschien is het wel een heel klein beetje stoffig of zo. Dat je zo, dan gaat het gewoon helemaal goed met Crankbin. En daar hebben heel veel artiesten die spelen op Down the Rabbit Hole of gespeeld hebben het ook gewoon later nog steeds over. Als ze op dat hoofdpodium bijvoorbeeld staan met de zonsondergang en het festivalterrein wat je ziet. Dat is natuurlijk ook wel een soort memorabele locatie. We hebben het over de line-up van 2024. Over minder dan 3 weken is het zover. En je hebt zelf ook een aantal platen meegenomen. Yard Act bijvoorbeeld, die we net hoorden. En ook een samenwerking
samenwerking, fantastische samenwerking tussen Kate Renata en Pink Panthers. Wij zitten zelf natuurlijk de hele tijd ook door het blokkenschema te scrollen, te kijken. Pink Panthers zaterdagavond 9:30 tot 10:30 in de Teddy Wither. En Kate Renata dezelfde dag, hetzelfde podium, een uurtje later. Dat moet toch wel even bij elkaar langs gaan. Het kan toch niet anders. Ja, ik hoop het van harte. Ja, het lijkt me wel. Bedoel, die plaats net uit en het is gewoon een heerlijk liedje. En ja, het lijkt me dat ze er zin in hebben, toch? Als je het samen maakt. En je bent er allebei. Why not? Ja. Bij deze even hardop uitgesproken dat ze bij elkaar langs gaan. Toch? Ik zit even te kijken, Kate Renata, zaterdagavond. Ja. Ja. Is dit een plaat die bij jou nu... Want hoe lang is je uit? 1 week? 2 weken? Ja, 1,5 week volgens mij, ja. Ja. Staat hij op repeat? Ja, ik heb veel gedraaid. Ik vind het echt een goed album. En het is gewoon heel spannend wat hij maakt. En ja, je bent toch echt benieuwd naar wat er dan weer komt. En hij maakt toch wel een beetje de sound die weer bepalend is voor zoveel artiesten. Hij heeft ook zoveel samenwerking op die plaat. Het is echt... wel imponerend. En vind je het ook als je dan programmeert voor een Down the Rabbit Hole, daar heb je natuurlijk ook collega's voor die dat met het hele team doen. Ja. Dan voelt het ook een beetje die zaterdagavond alsof je dan natuurlijk van een meer bandgeluid of een Deos gitaar de nacht inrolt, het nachtprogramma. Ik heb het idee dat dat namelijk bij jullie ook steeds belangrijker en prominenter is geworden. Ja, we vinden de Nacht van de Rabbit is gewoon... Er zijn een heleboel kleine en grote feestjes waar je in kan duiken. En er wordt heel veel mooie muziek gebracht. En ja, die is zeker belangrijk. Want het is gewoon fijn om nog even zo de nacht in te gaan. Maar we hebben ook een heel serieus ochtendprogramma. Dus ja, voor ons is het wel een beetje en. En it's all good. Hoe jij het wil hebben, mag je het doen. En er zijn er genoeg die lekker de nacht in vlinderen. En ja, daar is alle reden voor. Ja, en dit is een goed opwarmertje daarvoor. Die nieuwe track van Kate Renata samen met Pink Panthers, Snap My Finger. Gewoon vlammen van Evie de Visser. En Down the Rabbit Hole gaat eigenlijk het eerste moment zijn dat het nieuwe album van Evie de Visser, dat komt in september uit, live tot leven gaan zien komen. Aan mijn zijde is Ide Kofferman, directeur van Down the Rabbit Hole. On track. En ik sprak Evie een tijdje terug. Die zei dat ze al druk bezig was met de uitvoering van die festivalshow. Wat zijn jouw verwachtingen van haar optreden op Down the Rabbit Hole? Nou, groots natuurlijk. Maar ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel bijzonder artiest. En ze heeft in Nederland al een aantal keren ook hele prachtige shows gemaakt op festivals. En ja, ze speelt ook op Rock Werchte dit jaar. En daar speelt ze volgens mij in de barn, dus in de tent. Dus dat is alweer net anders qua vibe. Dus bij ons staat ze voor LCD Sound System op vrijdagavond op het hoofdpodium. Dus ik ben ook heel benieuwd of daar nou nog heel veel verschillen in zitten. Het lijkt me ook best lastig om dan zo'n show voor te bereiden. Want het is wel eigenlijk gewoon haar enige festivalshow in Nederland deze zomer. En daarom waren we ook zo eager om met haar in zee te gaan dit jaar. En zij gelukkig ook. En ja, ik ben heel benieuwd. Maar zij is gewoon iemand die verrast. Dus ze zal ongetwijfeld... ik heb natuurlijk wel wat productiedingetjes langs zien komen. Nou, daar zit genoeg tussen. Ja, daar zit genoeg tussen. Ja. Een soort van upgrade is altijd een stom woord om te gebruiken. Maar ze was natuurlijk een invaller een paar jaar geleden bij de Teddy Wither. Die afgesloten tent, die uitpuilde. Wat echt precies in die hele zegentocht van het album toen paste. En nu inderdaad wat je noemt op vrijdagavond voor LCD. Op het hoofdpodium openlucht. Dat vind ik ook wel een hele... vette move, want jullie beginnen die dag bijvoorbeeld ook met Sef, die daar met het hele ensemble staat. Dus ook gewoon de Nederlandse artiesten prominent neerzetten. Ja. En er is nog een ander ding over het blokkenschema wat ik kort wil aanstippen. De Swifties zijn natuurlijk altijd in grote getalen aanwezig. Ook in de inbox, ook online. En die zien The National staan in Nederland. Taylor Swift, die natuurlijk de Johan Cruijff Arena shows doet. Ik ga dat donderdag ook even langs. Heb je al een travel party van The National voorbij zien komen voor een surprise guest? Ja, nee, we zijn volop in voorbereiding. Nee, we zijn het hele meer aan het inrichten om met een extra eiland om Taylor op een beetje fatsoenlijke manier te kunnen ontvangen. Dat die privéjet ergens kan. Precies, dat is het natuurlijk. Ik hoop dat ze een watervliegtuig heeft. Ja, Airport Beuningen ergens. Ja, daar gaat zij landen. Dat is een heel bekend vliegveld. Dat fenomeen. Mm-hmm. Ik heb er ieder echt onwijs veel zin in. Je gaat op 3FM natuurlijk ook veel horen en zien vanaf Down the Rabbit Hole. Dus blijf ons in de gaten houden en Vera on track op Instagram. Jij hebt nog een track meegenomen van Amarie. Vorige maand nog te zien op Primavera in Barcelona. Jij was daarbij? Zeker, ja. Ja, en wij waren al heel enthousiast over haar. Zo van, we wilden haar heel graag boeken. En ze speelt in de Fusilop, de derde tent. En daar stond ze eigenlijk best wel ook al op een heel groot podium. En dat ging gewoon... Het was je hebt aanvalpip aan, maar het was zo'n energieke show en zo'n... Ik ben het heel, heel overtuigend gewoon. En dan merk je, het was spannend om te zien. En de show ontwikkelde zich heel mooi. Ja, dan voel je gewoon weer een echte muzikant op het podium. Ja, zij is gewoon fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn bij ons. En ik vind het heel leuk om hier nog even extra te proppen. Ja. Precies, een push om te gaan checken op Down the Rabbit Hole.
Ide, nogmaals dank dat je hier vanavond was. We gaan elkaar over 3 weken zien in de Groene Heuvels. Bij de Groene Heuvels in prachtige Beuningen voor Down the Rabbit Hole. Dankjewel dat je er was. En ik zou zeggen, ik wens je nog een hele fijne Brad Girl Summer. Yes, Charlie, let's go, Charlie.